was aan het vechten met de wasmachine. Ik wou hem op een ander programma hebben. Het lijkt wel alsof die wasmachine dan een half uur moet denken voordat hij zegt van ja, oké. Dus dan kan je er ook niet naartoe. En dan word je ziek, dan mag je niet naar buiten, dan moet je binnen blijven. Want oh jee, stel je voor dat je een ander besmet. Ja, dat doe ik met een griep. Goedemiddag, lieve vrienden. Ja, het is alweer reeds middag. Ik was er ook laat uit en ik heb aan het vechten geweest met de wasmachine. Maar dat eventjes opzij. Welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenbol. Ja, het is vandaag woensdag, de 26e januari. Ik loop alweer tegen het einde aan van de eerste maand van 2022. Ja, zoals ik al zei, ik was aan het vechten met de wasmachine. Ik wou hem op een ander programma hebben. Het lijkt wel alsof die wasmachine dan een half uur moet denken voordat hij zegt van ja, oké, ik moet een ander programma gaan doen. Ja. Ik heb hem nog geen jaar, dus ja. Iedere keer was het op een heel kort programma, maar de was die is nogal smerig, dus dan wil ik dat even goed gewassen hebben, weet je. Er zitten dweilen bij en alles, dus ja, en er wordt met die dweil wordt er vaker gedweild dan eenmaal, en dat vind ik ook niet fijn. Maar ja, als je dan maar twee dweiltjes bij één zo'n dweilstok hebt, want ik heb verschillende dweilstokken, waar ze mee kunnen dweilen, de huishoudelijke hulpen. Ik heb een dweil met één dweil erbij, tenminste een dweilstok, maar er zit een tank aan de voorkant. Met een knijpgedeelte bij het handvat en dan kun je spuiten. Daar zit maar één dweiltje bij. Oké. Dan heb ik nog een dweil en zo'n dweilstok. Er zit een emmer bij met twee gedeeltes. De ene doe je schoon water en dan doe je hem er weer in en dan breng je hem weer uit. Dan komt het vuile water in de andere tank. Nou, daar heb ik er twee bij. Niet fijn dus. In plaats dat en je kunt ze ook nergens vinden, hè? Althans, in de winkels niet. Want ik heb hem uit de winkel vandaan, de supermarkt. Daar heb ik hem verkocht. In plaats dat ze die dingen los ook verkopen, nee. Dus hoe ik daar 1, 2, 3 aan moet komen, weet ik ook niet. Maar ja, dan heb ik de normale dweil. Daar heb ik meerdere bij, maar ik moet er ook nodig wat meer bij kopen. Maar ja, als iedere keer alles maar door die klootzakken daar in Den Haag op slot worden gegooid, kan ik niks aan doen, dus dan kan je er ook niet naartoe. En dan word je ziek, dan mag je niet naar buiten, dan moet je binnen blijven. Want oh jee, stel je voor dat je een ander besmet. Ja, dat doe je met een griep ook en dat doe je met een verkoudheid ook. En dan ga je ook naar buiten met een verkoudheid, ja. Ze zijn gewoon gek. Ja, echt. Kijk, ik ben nou echt goed ziek geweest. Ik heb nog nooit, tenminste niet al in mijn herinneringen, ben ik nog niet zo ziek geweest dat ik zo wat 14 dagen heb liggen te slapen. Ja, en dan ben je nog moe, hè. Ik ben ook zo moe. Maar dat komt mede door dat hoesten nog, maar mijn medicijnen zijn op. Ik kan niet mijn dokter bellen, want die heeft deze week een cursus. Dus dat komt andere week weer. Want ik hoest nog steeds. Ja, ik had gehoopt dat het echt ook over zou gaan. En ik zou me beter voelen. Nou, nee. Ik hoest nog steeds. Ik had wel, de hoestbuien zijn niet snel op elkaar. Dat wel. Maar me er dan beter door voelen? Nee. Maar ja, mijn rollator staat ook klaar. De meiden liggen te wachten op mij. Van fruitje schiet op. Dus dat gaan we doen. We gaan lekker even de frisse lucht in. En kijken wat we nog tegenkomen onderweg. Ik moet ook die takken buiten nog doen. Maar ik heb het futter niet voor. Morgen weer een dag. Stefan die heeft zich ziek gemeld. Maar die is zelf niet ziek. Zijn vriendin is ziek. Ja, dan moet hij van de geleerde dus ook weer thuis blijven. Wat absurd is. Maar ja, kan hij zijn vriendin even verdroetelen. Ook altijd leuk. Dus dan krijg ik morgen alweer een huishoudelijke hulp en dat schijnt weer een vrouwtje te zijn. Nou, die laat de trapjes eventjes heel goed onder handen nemen.
in de buis van de stoellift. En de wc laat ik onderhanden nemen. En de lampen mogen schoongemaakt worden, vooral de kappen. Ja, en de rest natuurlijk. Maar ja, laten we hopen dat ze dat voor mij wil doen. En dan zien we wel weer verder hoe het gaat, reilt en zeilt. Ze zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie een dag. En doe het met een lach. Morgen, tenminste morgen, ja morgen, dan staat er heel wat op petto voor mij. Morgenavond hebben we hier in Den Helder ik krijg maar van mappen boven jou. Hebben een demonstratie. Gaan we demonstreren. Ja, leuk. Ga ik mee op mijn booster. Ik heb enkel geen vakken, want ik weet niet. Ik moet me sturen, hè. Ja. Ik kan wel met één hand, maar ik moet ook dan weer achteruit, weet ik veel wat. Dus ja, en ik moet om de andere voeten denken, van de lopers. Dus als er iemand in een helder dit, oh nee, want het komt nog niet online, nee. Maar in ieder geval morgen gaan wij hier in een helder demonstreren, morgenavond. Hoe laat? Weet ik uit mijn hoofd niet, moet ik even kijken. Iets met 6 uur. Aanvang 18:45, 18:45. Ik weet waar het is, het is in het centrum, vlakbij. Als ik mijn booster eenmaal gestart heb en de boel op slot, ben ik er met 4-5 minuten ben ik er. Ja, nog niet eens. Snelheid, gassen. Ja. Nou, ik zou zeggen, geniet ze. En tot straks. Maar weer eens een keer ergens, weet ik veel waar. Ik zou zeggen, doei.